godsamme. Zit ik weer niet op te letten. Dan gaan we achteruit terug de grote weg op. Dat tikken we. Ja, ja. Wat nou joh? Godverdomme. Zo mensen, de twee weken vakantie zit er weer op. We gaan vandaag weer naar het werk. Ik neem vandaag alleen mijn tas en mijn GoPro spulletjes mee. En dan gaan we sowieso eventjes kijken hoe de auto eruit ziet vandaag. Het is nog erg vroeg, erg donker. Maar we lopen even een rondje om de auto. Nou, zo te zien ziet het allemaal goed eruit. Dat even de slangen komt. Tjonge jongen, het is ongelofelijk, hè? Je probeert nou al voor de derde keer een video te kijken zonder dat je geabonneerd bent. Wil je deze video zien? Druk dan even op de grote rode knop onder deze video, abonneren. Als je geen account hebt, dan wil ik vragen of je die wil maken. Je hebt alleen maar een e-mailadres nodig en een wachtwoord en je hebt een YouTube account en druk even op abonneren. Dan zul je denken van, goh, wat zit hij nou toch te zeiken over dat abonneren? Nou, dat kan ik je vertellen. 55% van de kijkers is niet geabonneerd. Nou heb ik bijna 4500 abonnees. En ik moet nagaan, als dan iets meer dan de helft daarvan nog zou abonneren, dan zit ik dus nu onderhand op bijna 10.000 abonnees. Dan ben je natuurlijk een iets grotere YouTuber dan dat ik nu ben. Dus mijn video's die worden dan ook aan een veel groter publiek voorgesteld. En dat is natuurlijk waar ik heel graag naartoe wil. Want het is gewoon keihard werken om iets te bereiken op YouTube. En ik ben aardig op de goede weg, maar ik wil eigenlijk die 55% misschien verkleinen naar 20% of misschien wel 0%. Zou wel niet helemaal haalbaar zijn. Maar nooit geschoten is altijd mis. Dus jongens, als je deze video ziet en je bent nog niet geabonneerd, help mij eventjes door op abonneren te drukken. Want ik weet zeker dat we die 10.000 abonnees wel kunnen halen. Dus druk even op abonneren onder de video. Heel erg bedankt maar weer.